Oh, een granaat. Boom. Zo, nog een granaat. Nou, dan ga jij maar dood. Surprise, motherfucker. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video hier op Dutch Games 180. Mijn naam is Dominique en vandaag gaan we weer verder met Call of Duty 4 Modern Warfare. De vorige video was vrij kort, aangezien dat we verder gingen met de missie die we in de video daarvoor hadden gestart. En ik wist niet dat die missie nog zo kort zou wezen, dus daarom was de vorige video kort. Maar in ieder geval, in deze video gaan we gewoon weer beginnen met de nieuwe missie en let's do this. En veel kijkplezier naar deze video. Let's go! Move it, move it. I got to move it, move it. Holy shit. Bam, 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 bam. Wat? Dood. Yup. En dan gaan we naar beneden. Zo, we zitten al gelijk in een flink vuurgevecht hier zo. Nou. Nou. Ga maar naar boven, jongen. Hey. Zo, die is dood. Holy shit. Die gozer was gek op zijn RPG, man. Bam. Claire, hier is het schoon. Yep. I'm Tony Montana, say hello to my little friend. Zo. Zo, ondertussen trekken wij even lekker een blikkie hartkramp open. Blikkie energy van de Lidl. Best wel lekker af en toe. Oké, let's do this. Gaan we weer verder. Nou, het is toen een keertje helemaal in het nieuws geweest, weet je wel, dat energie heel slecht voor je is. Nou ja, het is niet al te gezond, nee. Je hebt mensen die zijn er echt verslaafd aan dat ze ermee moeten opstaan. Want ik heb wel eens een documentaire gezien. Nou, dan ben je echt heel ver, hoor. Dan ben je echt heel ver als je... Als je er gewoon mee moet opstaan met energiedrink, weet je wel. Ik drink het niet vaak, ik drink het heel zelden. Ik drink het echt heel af en toe een blikkie. Maar ook niet iedere dag. En dan hou ik het meestal bij één blikkie. En dan vind ik het wel goed. Hoi, bam. Even kijken hoor. Oh, een granaat. Boom. Zo, nog een granaat. Nou, dan ga jij maar dood. Surprise, motherfucker. Kut. What the fuck? Boom. Want je hebt wel eens mensen die drinken gewoon onderhand 5 à 6 blikjes per dag van energy. Nou, ik drink het heel af en toe een keertje. En dan is het meestal 1 of 2 blikjes en dan vind ik het goed.
Maar ik zal het ook niet iedere dag willen hoor, energy. Heel af en toe. Oh. Hierachter kan ook iemand vandaan komen. Even kijken hoor. Dood. Ik ben blij dat die ene maatje mij kon beschermen. Daar ben ik blij mee. En... moeten wij nou wat gaan halen of niet? Oh, we moeten de Javelin pakken. Even kijken hoor, waar zit dat? Dat zit helemaal daar joh. En zo. Oh, dat is mooi speelgoed. Mogen... nou, laat ik eerst eventjes die mensen gaan afkillen maken op die brug. Ja, eerst eventjes. Eerst eventjes die mensen afmaken op die brug. Oh. Allom hut. Ja. Nou, ik ben al op de second floor, maar... eerst eventjes die mensen afmaken. Zo, nou kunnen we... onze... wow. Lekker. Even kijken hoor. En dan gaan we even goed op ze richten. Kijk. Gaat hij helemaal naar boven. Is een leuk speelgoed dit. Happy New Year. Ja, dat is wel een mooie wapen hoor dit. Boom. Zo, de laatste. Boom. Bam, die is weg. Ja, dat kan ik wel. Gaan we maar weer naar beneden, want... ik zeg het, die ene wapen van de vorige missie vind ik lekkerder. Althans, lekkerder, je kan niet eten ofzo. Hey, wat is dit? Dat is de dinges. Juist, dit is hem jongens. Dit is die heerlijke wapen. Hoeveel munitie zit erin? Oh jongens, dit is een van de fijnste wapens in heel Call of Duty Modern Warfare 4 vind ik. Althans Call of Duty 4 Modern Warfare. Dit, je kan je zo lekker mee richten gewoon. Niet dat... dat is, ik vind hem beter dan deze, maar... die andere houden ook gewoon bij ons, want... we gaan nou een flink moeilijk stukje tegemoet. Want we moeten namelijk een tank gaan verdedigen. En dat is niet makkelijk. Oh! Dat was mijn vriend. Sorry. Even bijkomen. We moeten dicht bij die tank blijven.
Hier zal ik even wat stiller zijn, want ik moet hier echt flink concentreren hier zo. Helaas hebben jullie een klein stukje moeten missen, maar jullie hebben niet een heel groot stuk moeten missen, want ik was vergeten dat hij was gestopt met opnemen, want ja, ik draai op de gratis versie van Bandicam en na 10 minuten dan stopt hij de opname, maar normaal geeft hij een pingeltje door of zo, hoor je ping, dat heb ik nou niet gehoord. Dus ja, jullie hebben niet al te veel gemist. Maar het is bijna opgeruimd hier zo, dus. Maar we gaan nou weer een stukje verder. Dus ja. What the fuck, man? Lekker. Yep. Zullen we doen. Move. Even kijken hoor. Zo. Zo, die is dood. Even kijken. Zo, die is dood. En dan mogen we hier rijden. Een schief. Boom. Ja, maar we gaan eerst even een beetje de boel opruimen hier, denk ik. Lijkt me handiger. Jij hoort bij mij. Ja, granaat. Hier moeten wij iets van een air support neerzetten. Komt er dadelijk een helikopter. Kijk. Kom er nou van die mooie helikopters aan. Kijk. Die komen ons even helpen. Hatsenflats. Nou, jongens. Ho. Mooi. Nou, hebben we toch weer een missie voltooid. In één video, hoe mooi is dat? Oké, nou we gaan terug naar de tank. Nou. Nou, in de volgende gameplay gaan we deze missie doen.
Ik ga het, als deze laatste scherm is afgelopen, ga ik het beëindigen. Anders kan ik kan nou namelijk nog niet naar menu. Nou. Zo, safe en cute. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Sorry dat jullie helaas een klein stukje hebben moeten missen bij dat gevecht bij die tank daar en zo. Want ja, normaal geeft mijn opnameprogramma, althans Benny Cam, geeft een pingeltje door dat de opname is gestopt. En nou deed hij dat niet, of ik heb het niet gehoord, ik weet het niet. Maar ja, daardoor kwam er gelukkig op tijd achter. Dus ja, ik heb gauw weer aangezet. Ik ben eerst even gaan kijken of ik niet heel veel heb gemist van deze missie, want anders had ik hem helemaal opnieuw moeten doen. Maar het viel gelukkig mee. Want ja, Benny Cam, het werkt gewoon prettiger. Het is minder zwaar voor mijn laptop en ja, daardoor kan ik de video's beter opnemen met betere FPS, want Action is nog wel een zwaar programma. Maar in ieder geval, ik ga het hier behouden. Vond je dit nou een leuke video, druk even op het blauwe duimpje. Abonneer op Dutch Games 180 voor nieuwe en oude PC games. En laat een comment achter in de reacties en dan hou ik het hier weer bij. Mazzel.